de kans dat jij toffer bent dan ik is enorm groot. Maar we moeten nu ervan uitgaan dat ik het tofst ben. Ja? En dat is helemaal niet erg, want ik voel dus in onze communicatie dat er iets helemaal goed zit. Nee, ja? Nee, want als wij als mannen, als wij met elkaar praten, is het gewoon zo bam, 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 bam. Oh, doe jij dat werk? Oh, huh? Oh ja. Snap je? Hartstikke leuk. Terwijl als ik met een vrouw praat, dan gebeurt er dus in de communicatie, gebeurt iets. Ja, dan moet je maar even kijken. Hoe heet jij? Helene. Helene, en wat doe jij voor werk? En ook advocaat. Snap je? Is voor mij ook niet leuk. En het is ook niet eerlijk natuurlijk. Hè? Ik bedoel, als het op praten aankomt, is er ook een heel groot verschil tussen man en vrouw. Dus namelijk als een man praat, dan praat hij om informatie te geven. Snap je? Terwijl als een vrouw praat, dan praat ze om informatie kwijt te zijn. Snap je? En dat lijkt een heel subtiel verschil, maar dat verschil is enorm. Dat resulteert er namelijk in dat elke keer als een vrouw iets vertelt, dat het accent komt te liggen op hoe ze zich dan voelt bij wat ze vertelt. Waardoor het hele verhaal helemaal niet meer voor de toehoorder is, maar gewoon voor degene die aan het lullen is. En ik zou even willen zeggen voor alle vrouwen hier, hou soms je bek. Ja. En niet omdat ik het vervelend vind, want ik stop heus wel met luisteren, maar... ja, verwerk sommige informatie even zelf, snap je? Dan wordt het onderdeel van jou, daar groei je van, word je anders wakker, niet altijd die verantwoordelijkheid delen. En zeker niet doen wat jullie altijd doen, dat is namelijk de boel omdraaien. Zo van, ja, vrouwen kunnen veel beter luisteren dan mannen. Dat is natuurlijk helemaal niet zo, dat lijkt zo, omdat wij mannen extreem duidelijke en heldere verhalen vertellen. Snap je? Ja, daar kan ik ook wel naar luisteren. Snap je? Kijk, als ik iets mocht veranderen aan vrouwen, wat ik mag, is... nou, dan zou ik het leuk vinden als vrouwen kregen wat sommige stoplichten hebben, weet je wel? Dat je kan zien hoe lang het nog duurt. Dat zij dat dan hier zo... Snap je? Dat je vriendin thuis komt van, nou, ik was in de supermarkt, dat je... Wat, nog 5 minuten? Ik ga even bellen. Snap je? Mijn vriendin doet het ook. Die komt dan thuis met vet asociaal. Gewoon shit die ze kwijt moet. Gewoon dingen die ze kwijt moet. Van de, nou schat, ik was in de supermarkt en toen was er een man en die had een pak melk. En de pak melk was helemaal niet meer goed. En toen ging hij dat terugbrengen. En toen was er op een gegeven moment een man die ging voordringen. Maar dat mocht niet van die andere man. Dus toen deed hij het op een gegeven moment niet. En toen was er ook een kassameisje met hele grote oorbellen. En ik zag ook nog een kindje. Ik zei, wauw, wat een prachtig verhaal. Is er echt gebeurd allemaal? Of, ja, nee, ik heb een beetje opgeleukt, maar... Laatst kwam ze thuis met een verhaal. Een collega van mij heeft een nieuwe fiets gekocht. Punt. Je bent toch geen 3? Wat is er nou? Een collega van jou heeft een nieuwe fiets gekocht. Dat is prachtig. Dat doet me heel erg denken aan paarse engeltjes die op een regenboog dansen met eenhoorns. Ze, oh, hoezo? Gewoon omdat ik afdwaal, schat. Gewoon omdat als jij gaat lullen, dat ik onderbewust besluit om hem te peren. En dat doe ik dan met mijn fantasie, anders zie je dat, snap je? Ja, ga je achter mijn reet aanlopen tot in de keuken om je verhaal af te maken? Ja? Vrouwen, jullie zijn goddelijke wezens, maar luisteren is ook helemaal niet een van jullie kwaliteiten. Jullie kunnen veel dingen wel, maar luisteren absoluut niet. Ik weet niet of je wel eens in een restaurant eet en dat je naast een tafel zit met 4 wijven. Daar zit geen moment luisteren tussen, joh. Geen moment. Dat is gewoon om de beurt lullen en dat die andere 3 dan... Ja, 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 precies, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, dat vinden wij ook. Ja, wij begrijpen jou. Ja, ja, ja. Wij houden al je zwaktes in stand. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ik knik tijdens het verhaal alvast. Ja, kun je met meer zelfvertrouwen je saaie kutverhaal afmaken. Ja, 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 ja. Ja, en voor alle zure vrouwen die me nu zuur aankijken en denken, hé, je generaliseert. Ik generaliseer absoluut niet. Nogmaals, het gaat dus alleen om vrouwen. Ja? Mannen doen dat niet. Wij hebben controle over de shit die we zeggen. Dat is waarom we boeken schrijven die goed zijn en op het toneel staan en dat het fijn is om naar te kijken.